En dan zie je van die puntjes erboven op de vleugel. En dat zijn de dames die er bovenop staan. Ik hoor net van de organisatie zijn hele mooie dames. Altijd bij. Maar ja. Nu. Rook aan. En dan duiken ze naar beneden. Nou, dat is natuurlijk. Voor de vlieger is dat een kick om dit te doen, maar voor die dames natuurlijk ook. Hè. Dan hang je dus gewoon aan de vleugel. Dat weet je toch niet? Zo spectaculair. En ze zwaaien ook nog. Moet je maar eens kijken. Zwaaien. En het geluid van zo'n propeller is natuurlijk... Je zit in de 45 geluidsbarrière. Alles is nog oud en intensief. Ook deze toestellen zijn geprobeerd om haar les te krijgen. Voeten. Sommige mensen denken misschien dat het olieverbruik van deze motor ook bijzonder hoog is, maar dat is dus niet het geval. Maar hier vogel, prachtig mooi, vlak landschap en weer de rook aan. Moet je nog kijken, nou even op de honden. Van de Werf die zegt net, ze moeten nog maar eens een keer op de kop staan. Dat doen ze zo mooi. Geweldig. Hele mooie show. Thermische kleding aan hebben. Ja, dat ook wel, hè. De overpoes. Daar staan er nog niet voor mee, dus even de fixdoos. Zo'n 9 cilinder radiaal motor die daarin ligt. Toen ik met de toestel ook een keer mee vloog, dan kom je terug naar zijn vlucht en heb je de olie spotten in je gezicht zitten. Dat is natuurlijk prachtig. En je ruikt naar de koolmonoxide, de uitlaatpassing van zo'n motor. Op het toestel. Mooi die kleuren van de Brightling. De Brightling Pinkholders. De twee vliegers die erop vliegen. En die White die heeft meer dan 14.000 uur op zo'n toestel gevlogen. De andere vlieger die heeft meer dan 15.000 uur en die is vanuit de organisatie natuurlijk alle respect voor die twee meisjes die er bovenop staan. Ja, die twee dames. Ze hebben nou de wind echt goed. Oh, en een breed. Ik kan het
veel op elkaar. Dit was de show van de Wing Wall.